Zaanstad vormt een belangrijke schakel in de noordelijke Randstad. Een schakel tussen het grootstedelijk gebied van Amsterdam en het polderlandschap van Noord-Holland. Het huidige Zaanstad ontstond in 1974 toen 7 plaatsen werden samengevoegd tot een gemeente met 130.000 inwoners. Je vindt er de drukte van de stad en ook de absolute stilte van de natuur vlak naast elkaar. De typische groene houten huizen en de molens die de tijd hebben overleefd getuigen nog van de welvaart van de 17e eeuw. Toen werd immers in deze streek al de basis gelegd voor de bedrijvigheid van vandaag. Gelukkig bepalen molens nu nog steeds een groot deel van het gezicht van Zaanstad, naast de nieuwe industrieën. Onder de schuilnaam Peter Michailov trad in 1697 Tsaar Peter de Grote in dienst bij een Zaanse werf. Van nabij wilde hij de geheimen van de Zaanse scheepsbouw leren kennen. Het huisje waar hij toen gewoond heeft, staat er nog steeds. Van de talrijke bezoekers die het Tsaar Peterhuisje jaarlijks trekt, komen er veel uit Rusland. Ik heb Russisch gestudeerd. Dat kwam, ik ben zelf half Russisch, dus de belangstelling was er al. En eigenlijk kwam dit heel goed uit met dit werk ook, omdat er heel veel Russische bezoekers komen. Per jaar ongeveer 10.000. Je moet dit zien als een beetje een bedevaartsoord eigenlijk voor de Russische bezoekers. Die laten meestal wat achter. Tegenwoordig visitekaartjes en moet maar op, van alles. De ontmoeting tussen Nederlanders en Russen heeft sommige van hen zelfs definitief naar Zaanstad gevoerd. Ik kom uit Moskou en daar heb ik mijn man ontmoet. Hij is een Zaandammer. Zo ben ik naar Nederland gekomen. Ik woon hier bijna 2 jaar. En ik ben in Moskou gekomen omdat ik Russisch studeerde. En ik ben waarschijnlijk Russisch gaan studeren omdat ik als kind in de Zaandamse houthaven al in contact kwam met Russische scheeps, met Russische zeelieden en de taal interesseerde me. En wat er gebeurde vond ik ook heel interessant. En voordat ik naar Nederland kwam, maakte ik eigenlijk geen verband tussen Tsaar Peter de Grote en Zaandam. Omdat in Russische boeken zie je Zaandam als Tsaardam. Dus je maakt geen associaties tussen oude Tsaardam of Tsaardam en moderne Zaandam. Toen heeft hij voor het eerst mee naar het standbeeld van Tsaar Peter gebracht. Het verbaasde mij ontzettend. Toen heb ik Russische letters op dat standbeeld gezien. Dat was iets verbazend.
in the middle of nowhere, in een kleine stad, een standbeeld van Tsaar Peter. Zo'n grote figuur in de Russische geschiedenis, met de Russische letters erop. Het was gek. De hoogtijdagen van de Zaanstreek, waar Tsaar Peter deelgenoot van was, hebben hun vruchten ver vooruit geworpen. Veel bedrijven in de huidige Zaanstreek komen voort uit de 17e eeuwse industrieën. Net als toen zijn de meesten nu nog steeds langs de rivier de Zaan gevestigd. Met de aan de molens verbonden houtzagerijen, de houthandel en de scheepvaart ontwikkelde zich de Zaanse scheepsbouw die Amsterdam en Rotterdam overvleugelde. Men bouwde oorlogsschepen en walvisvaarders en deze laatste werden door de Zaankanter zelf bemand. De herinnering hieraan leeft voort in het wapen van Zaanstad. De bloeiende scheepsbouw trok veel toeleveringsbedrijven aan. Voor de producten die de schepen aanvoerden waren nieuwe industrieën nodig. Rond 1700 stonden er meer dan 600 molens. Houtzaagmolens, pelmolens, oliemolens, papier- en verfmolens, koffie, cacao en mosterdmolens. Dit is al lang niet meer de aanblik die de oever van de Zaan ons biedt. Toch zijn er wel degelijk enkele molens behouden gebleven die zelfs nog worden gebruikt. Nou, zaagmolens zoals deze paltrokheld Joshua, die zijn al in de 18e eeuw voor een deel verdwenen. Maar de grote klap voor de molenijverheid is pas aan het eind van de vorige eeuw gekomen. Toen de stoom was opgekomen, toen kreeg je grote fabrieken, rijspellerijen enzovoort. En toen hadden de molens, die konden daar gewoon niet meer tegen inwerken. Toen waren er nog 200 eind vorige eeuw, nu zijn er nog 13 over. Dus je kunt zien hoe hard het gegaan is. En er is eigenlijk een stop gekomen omdat er een aantal burgers uit de Zaanstreek de vereniging De Zaanse Molen gingen oprichten om daar een halt aan toe te roepen aan dat snelle slopen van de resterende molens. Die staan voor een flink deel bij de Zaanse Schans. Een oliemolen is heel spectaculair over de spoorbaan getild door een grote kraan en toen overgevaren is er ook geplaatst, dat is de Zoeker. Dan staat er nog een verfmolen, de Kat. En verderop staat er nog een molen en een molenromp. De molenromp die stond er. Dat is de Os. Er was een periode van verval na de Franse tijd, ongeveer tot de helft van de vorige eeuw. Toen werd in 1876 werd het Noordzeekanaal geopend en de haven van Zaandam ontsloten. En dat betekende dat grotere schepen naar de Zaanstreek konden komen. Toen zijn er hier. Er waren veel pelmolens waar ze gort pelden en toen kwam de rijstpellerij op. En toen zijn er levensgrote rijstpellerijen, zijn er werkelijk kapitale fabriekspanden zijn ervoor gebouwd. En dat heeft erg veel werkgelegenheid aangezogen en in het spoor daarvan kwamen weer alle mogelijke andere bedrijven tot stand. Toen werd de Zaanstreek een beetje de provisiekast van Nederland, zo werd het ook genoemd. En daar zie je dan die levensmiddelen groothandels uit ontstaan. Hè, die nog altijd gevestigd zijn. De oliefabriek die is opgericht door een broer van mijn schoonvader. En mijn schoonvader is dus de machinefabriek begonnen. En
die heeft toen in het begin ook steun gehad, financiële steun, van zijn oudere broer, die Riekes heette. Riekes, ja. Maar de familiebedrijven zijn dus niet teloorgegaan. Nee, dat vind ik een raar woord. Nee, dat is geen goed woord. Die bestaan nog wel degelijk, maar inderdaad, ja, er zitten nu dikwijls andere mensen in. Je moet maar net zonen hebben die dat aankunnen. Mijn man was net aan de fabriek gekomen en toen staakten ze daar. En dat heeft mijn man vreselijk gevonden. Voor die tijd kregen mensen die 25 jaar waren, kregen een goud horloge. Maar dat is toen afgeschaft. Ja, dat is toen afgeschaft. Ja. Maar gek, die staking herinner ik me helemaal niet. Maar misschien hebben ze bij Brownsville niet gestaakt. Dat weet ik niet meer. Nee. Er kwamen nieuwe mensen als hoofd, als directie. Maar alles bleef. Het heet ook allemaal nog Brownsville, hè? Er is een groot verschil met Twente. In Twente is dat ook zo geweest. Dan had je dus die textiel mensen. Maar die textiel, dat werd genoemd textielbaronnen. Want die gingen allemaal in prachtige grote huizen wonen. Heel rijk. Dat hebben ze hier aan de Zaan nooit gedaan. De fabrikanten bleven eenvoudig. Ik vind dat toch een groot verschil. Wat ons zo opviel was dat hier de mensen aan de voorkant 2 verdiepingen hadden en aan de achterkant 3. Dus dan leek het een heel klein huis en aan de achterkant was het verlaagd. En dan was het 3. 3 verdiepingen, oh. Nou, dit is een typisch voorbeeld van een koopmanswoning uit de 18e eeuw. En dit huis dat is gebouwd in 1710. En dit was het woonhuis van een familie Honig. Deze kamer die heeft een beschilderd behangsel. En dit beschilderd behangsel dat is later aangebracht, in het begin van de 19e eeuw. En hierachter daar zit heel mooi eikenhout. Maar dat eikenhout, daar moest men vaak belasting voor betalen. En om die belasting te ontduiken, liet men daar een linnen voor spannen en dat werd dan beschilderd. In deze kamers, daar werd dus ook altijd geslapen, want het vele hout hier in de Zaanstreek maakte dat de mensen erg bang waren voor brand. Dus die bedsteden daar werd dus meestal door de ouders geslapen. Deze kamer is een zogenaamd goedjaarseind, dat de mensen dan vroeger veel aan lieten bouwen als het hun goed was gegaan. De vloer is hier gemarmerd. Huizen mochten niet te zwaar worden, want de veengrond is hier erg slap. Dus ze gebruikten gewoon hout. En dat werd dan gemarmerd. Plafonds, dat is hier nog heel mooi versierd met houtsnijwerk. En aan de schoorsteen is ook heel duidelijk te zien dat dit een woonhuis was van de familie Honig. Zaandam, met de schilderachtige groene houten huizen, heeft ook kunstenaars zoals de Franse impressionistische schilder Monet aangetrokken. Monet is in 1871 in juni naar Zaandam gekomen op aanraden waarschijnlijk van Jongkind. Bovendien was er een reisbeschrijver, Ducamp. Die had de Zaanstreek al voor die tijd, voor 1870, beschreven als een zeer schilderachtige streek. Met veel waterlandschappelijke mogelijkheden. En heb gelogeerd in de herberg De Beurs. Vlakbij het sluizencomplex van Zaandam. Hij heeft hier 24 landschappelijke werken gemaakt en 1 portret. Dat Monet beslist niet de enige is geweest die zich liet inspireren door de Zaanse omgeving, daarvoor levert dit recente monument van Aldo Rossi het bewijs. Ja, het is ontzettend strak en dat past denk ik uitstekend in deze nieuwbouwwijk. Ja, esthetisch gezien vind ik het iets te clean. Ik hou wat meer leven in de bouwwijk. Ik denk dat de ruimte wel interessant is om in te werken.
In die zin dat het een beetje kapelachtige sfeer is. Ik zie mijn werk los van dit gebouw. In die zin dat ik niet het werk heb toegespitst op dit gebouw. Waar de Toren van Rossi speels commentaar leverde op de Zaanse molens, daar houdt het Joop den Uyl monument van Jan Wolkers, even eenvoudig als indrukwekkend, de herinnering wakker aan het rode verleden van de Zaankant. Het slagenlandschap is al even typerend voor Zaanstad als het rode verleden, de groene huizen en de molens. Dit land is, waar we nu doorheen roeien, is ontstaan na de laatste ijstijd doordat er veen gegroeid is achter de huidige duinenrij. Dit veen is vanaf het jaar 1000 tot 1400 na Christus ontgonnen. En dat ontgonningspatroon van water en land, dat is nu nog steeds te zien. En vooral de hoeveelheid water ten opzichte van land maakt dit gebied erg uniek. 25% van de oppervlakte van deze polder waar we nu doorheen roeien is water. Dat maakt juist ook de exploitatie van die polder zo moeilijk. Want boeren die moeten hier varend naar hun land. Alle koeien moeten per boot naar het land gebracht worden. Dat is in deze tijd een hele dure kostenpost, waardoor het moeilijk is om nog boeren te vinden die dit land willen exploiteren. Dit gebied is ook al heel lang bedreigd. Men heeft al vanaf de 60e jaren hier woningbouw in willen plegen. Met name omdat die Zaanse veeweidegebieden naast de bebouwing, naast de industriegebieden liggen, waar mensen graag wonen en werken. Waar werk is, willen de mensen ook graag wonen. En juist door het onderstrepen van het belangrijke karakter van dit gebied, de natuurwaarden, is het toch gelukt dit gebied nog buiten de bebouwing te houden. Voor de Zaanse werkgelegenheid worden inmiddels handel en dienstverlening steeds belangrijker. In deze ontwikkeling speelt de haven een grote rol. In de Zaanse haven worden vooral hout- en landbouwproducten aangevoerd. Samen goed voor 500.000 ton zeevracht. Van de buitenlandse schepen kwamen de meeste uit Rusland. Waar oude haven- en fabrieksterreinen braak komen te liggen, ontstaat ruimte voor stadsvernieuwing. Voor de nieuwe woningen waar in Zaanstad zo behoefte aan bestaat. Om die nieuwbouw in goede banen te leiden, heeft de gemeente het Zaanoeverproject ontwikkeld. Dit plan geeft aan waar de gemeente woningen en kantoren wil bouwen. Een aantal projecten is al gerealiseerd. Het Zaanoeverproject zal het aanzicht van de Zaan de komende jaren nog grondig wijzigen. Er wordt op gelet dat de nieuwbouw aansluit bij de bestaande bebouwing, onder meer door het gebruik van het traditionele groene houtwerk. Dit hoeft niet tot saaie eenvormigheid te leiden. Er wordt dan ook gebouwd in de meest uiteenlopende stijlen. Levendigheid en leefbaarheid zijn hier het motto. Bij de stadsvernieuwingsplannen hoort ook het toegankelijk en autovrij maken van het winkelgebied in de binnenstad. In betrekkelijk korte tijd krijgt Zaandam een nieuw hart met winkelpaviljoens op de gedempte gracht, een muziektheater, woningen en winkelcentra. Vernieuwing die voortborduurt op de traditie. Je vindt het ook weer terug in de typisch Zaanse jazzcultuur.
Veel is hier veranderd in de loop der eeuwen, maar de rivier is onveranderd dezelfde gebleven. Het leven langs de Zaan gaat door in alweer een nieuwe vorm. Met een paar molens als stille getuigen.